Vandaag moet ik 24 uur buiten op straat overleven. Ik mag niet bij gebouwen naar binnen, geen winkels en geen voertuigen in. Kortom, alles waardoor ik een dak boven mijn hoofd krijg is in deze 24 uur niet toegestaan. Er gaat veel leuks gebeuren in deze video, dus druk alvast op dat blauwe duimpje omhoog en op dat abonneerknopje. Ja, doe maar eventjes. Ik wacht wel even hoor, ik weet dat je het anders vergeet. Ja, heb je het gedaan? Oké, top, dan gaan we beginnen. Doei, tot over 24 uur. De 24 uur is ingegaan en het leuke is dat ik eigenlijk geen enkele voorbereiding heb gedaan voor deze video. Ik heb niks mee, behalve een statief, powerbank en een lampje in mijn tas. Daarmee moet ik het voorlopig allemaal gaan doen. We zijn aangekomen bij een bushok. Alleen het probleem is dat ik ook niet in de bus mag. Dus, we hebben een paar opties voor vandaag. Hoe ik mij in deze 24 uur ga vervoeren. De allereerste is achterop de bus springen. Ook al denk ik niet dat dit de handigste optie is. We kunnen fietsen, we kunnen longboarden. En toen dacht ik ineens, oh my god. Door heel Nederland zitten van die scootertjes. Met de app even connecten, piep piep en je gaat rijden. Ik dacht dat wordt gewoon mijn vervoer vandaag. We gaan gewoon op de scooter, op die huurfietsjes, noem maar op. Laten we gaan zoeken naar zo'n scootertje. Nou, de zoektocht duurde niet lang. Bushokjes hier en de scooter staat hier. Dus even kijken, hoe werkt dit ding? Oh nee, ik rijd nooit scooteren. Dus ik was vergeten dat we nu een helm op moeten. Oh nee, oh mijn god, dit moet in mijn hoofd. Zal ik zo'n haarnetje in doen? Ik doe wel zo'n haarnetje in. Is het mooi? Yes. Gelukkig ging het ook heel soepel om de scooter van zijn standaard af te krijgen. Ja, fantastisch. En ik moest natuurlijk nog eventjes toedoen op mijn huurscooter voordat we op pad gingen. De eerste bestemming waar we naartoe gaan is naar de stad. Het is namelijk zaterdag en er staat een markt. Winkels kunnen we niet naar binnen, maar de markt, daar kunnen we natuurlijk wel op. Oh my god. Ik was vergeten dat je met zo'n fiets natuurlijk niet over een fietspad mag. En ik dus de autoweg nu op moet. Waar iedereen 50 mag en waar ik normaal ook met de auto rijd. Ik ben een beetje zenuwachtig. Straks rijdt iemand me aan. Nog even een laatste zenuwlikje. Oké, we gaan. Nice. Ik voel me gewoon een toerist in mijn eigen stad. Natuurlijk ook even de topsnelheid uittesten. 5 km/36. Helemaal top. Dit klopt toch niet dat ik als arme scooterrijder hier moet rijden? Waar ben ik? Dit kan toch niet? Ik heb het zo ontiegelijk koud. En ik schaam me gewoon voor hoe sloom ik ben. Maar jongens, we gaan racen denk ik. Ja, groen. Ja, ja, ja. Oh mijn god, we zijn sneller weg. We zijn sneller weg. We zijn sneller weg. En shit. Ga ik ook nooit meer doen. Dit ritje naar de stad was gewoon €13,30. Wat een geweldige uitvinding dit. Als je geen winkels in kan, ga je hier doorheen. Beetje vis kopen. Nee, dat hoef ik niet, bedankt. Een beetje kleertjes shoppen. Misschien een nieuwe riem. Heel leuk en aardig de markt, maar ik raakte heel snel afgeleid. Oh mijn god, ik heb zin in een lumpia. We gaan een lumpia halen. Oh jongens, toch. We gaan even zitten. Alsof het zomer is in het gras. De prachtige zon op ons, die er nu even niet is. 30 graden. Hallo Mail. Oh, jij ziet mijn lumpia zeker. Ja. Oké, okay. Ja. Ik ben wel tot de conclusie gekomen vandaag. Hou je mond eens. Dat ik de markt eigenlijk helemaal niet zo leuk vind. Dus we gingen maar weer rondjes door de stad lopen en zielig via de raampjes bij winkels naar binnen kijken. Want zoveel andere opties had ik toch niet in de stad. Het is op dit moment bijna 6 uur. Het is 5 voor 6. Ik moet straks even gaan kijken wat ik ga eten. Maar daar gaan we wel wat leuks voor doen. Maar ik heb ook wat dorst. Ik heb de hele dag niet gedronken. Maar ik mag de supermarkt niet. Weer slim nagedacht, Dylan. Het enige slimme, wat eigenlijk gewoon toeval is dat ik €20 in mijn portemonnee heb zitten. Ik kom er toevallig van de week achter en nu dacht ik, dit komt perfect uit. Kijk, hier is de Dirk. Daar kan ik niet naar binnen. Nee, dat gaat hem niet worden. Zoals je ziet is het dan niet meer zo druk. De winkels beginnen dicht te gaan. Dan sta ik dan in €20. Oké, ik zit mijn slachtoffer. Ik ga mijn slag slaan, jongens. Mag ik je wat vragen? Ik heb een opdracht met mezelf dat ik 24 uur nergens naar binnen mag. In geen gebouw. En ik heb dus drinken nodig. Zou jij een flesje ijsje voor me kunnen kopen? Oh ja, oké. Het ging makkelijker dan ik dacht. Oh, maar ik schaamde me zo. Ah, dankjewel. Jongens, mijn centjes. En natuurlijk mijn ijstie. Uren gingen voorbij en de zon was inmiddels al ondergegaan. Winkels waren dicht en het was tijd voor een nieuw plan. Het is nu over 1 minuut 9 uur. Dat betekent dat ik nog 15 uur buiten moet blijven. Het duurt in ieder geval echt nog mega lang. En ik ben het ook een beetje zat om dit in mijn eentje te doen. Vooral nu het avond is, want wat kan ik gaan doen? Dus ik ben net eventjes lopen whatsappen en ik ga straks opgehaald worden. Er is alleen één klein beetje probleem. En dat is, ik ga niet meer op die scooter. En er komt straks een auto aan. En ik mag daar niet in, want dan zit ik binnen. Dus of ik moet op het dak, of ik moet op de zijkant van het raam zitten. Ik weet nog niet hoe we het gaan doen, maar we gaan het wel doen. Ik zie mijn lift. Hallo. Meneer Pees. Ik heb het jou niet verteld. Ja, dus dat ik nergens naar binnen mag. Nou, ik legde dus even uit dat ik niet in de auto mocht, maar dat ging niet zo soepel. Dus laten we maar gewoon even doorspoelen. Gaan we dan naar de McDonald's? Ik heb nog trek, ja. Ik heb nog niks gegeten. Echt. 1 in 1 is? 3. Let's go.
Dit gaat hem worden, denk ik. Dan ben ik toch niet binnen? Oh joh, dit kan wel toch? Even subtiel een proefritje om te kijken of dit wel echt veilig kan. Ik denk dat we hem hebben. Ja, ik heb hem vast. We gaan naar de McDonald's. En ik mag niet naar binnen. We reden langs wat auto's en die mensen zouden wel gedacht hebben, wat is dit voor maloot? En ik moet je eerlijk zeggen, ik kan ze eigenlijk geen ongelijk geven. Kijk jongens, de M, de gele M. En kijk eens hier daar. Hoe is het? Goed hoor, met jou. Ben je lekker komen lopen? Ik ben lekker komen lopen. Yo. Hallo. Alles goed? Ja, met jou. Ik moet mijn schoenen nog even aan doen. Je zit in een stokje allesreiniger. Een allesreiniger? Ja. Wat is dit voor allesreiniger? Wat is dit dan? Dat is gewoon ijsthee. Wat is er mee? Ik weet ook. Waar smaakt het naar? Het is toch gewoon allesreiniger? Alsof je iets hebt schoongemaakt en smaakt. Ja. Hoe kan dat? Ik denk ik op ijsthee. Ja, drinken is drinken, maar... Dit is Nathals een nieuwe auto. Mooi put, die heb ik erin gereden, speciaal voor de... Een mooi put? Oké, ziek. Als ik dan tijdig aanrij, dan weet ik dat mijn auto goed geparkeerd is. Ja, oké, nice. Ja, mooi zwart logootje. Mooi zwart logootje. Zwarte velgjes. Ja, die zijn goed zwart. Goede coat. Ik loop trouwens nog steeds achter je aan op mijn sokken. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar goed. Oh, het eerste slaat je spiegel over. Hallo. Oh ja, spiegel. Zwarte spiegel, zwarte spiegel. Wat is dit? Zwarte gril. Zwarte, zwarte gril. Kijk daar. Kijk, logootje. En dan hebben we hier. Gaan we naar de volgende. Ik zou het niet verwachten. Ja? Wat? Nog een velg. Nog een velg? Nee. Niet normaal. Holy shit. En heb je dan ook nog een spiegel? Toevallig wel. What the f***? En dan als kerst op de taart. Ja? We hebben nog een velg. Niet! Je lult! Denk je? Dat was het. Ja? Ja, klopt. Dat was het ook. Oh. Kunnen mensen jou contacteren als ze deze willen kopen? Een kleedje voor jou, als je vannacht moet slapen. Oh, ja, bedankt. Was die voor je hond? Nee, voor toen ik nog romantisch was. Oh. Oké. Nee, oké. Okay. Nou, dus druk hem maar weer dicht. Maar ik had hem gewoon liggen voor, je weet me nooit, hè. Wanneer is het passen. Hoe kunnen mensen jou... Nathan Techno. Oké, we kunnen ze hem kopen. Ja. Oké, goed. Als je hem niet aanraakt. Ga je ook de allesreinige eten, drinken. Eels, net zeepsel. Ja, drift. Ja. Proef dan. Nee, ik heb een koortslip, jongen. Oh shit. Dat vind je toch wel fijn? Het werd tijd om onze bestelling te gaan plaatsen. We zijn bijna aan de beurt. We kunnen bijna losgaan. Alsjeblieft. Zou ik 4 double cheeseburgers mogen, een chili chicken, een kip 9 met frietsaus en 1 Big Mac menu. Met frietsaus en cola, medium. Dat was hem. Kijk, hij vraagt me wat voor auto is dat. Ik zeg Panda. Wat zit hij op? Oké, tijd om te eten. Want we gingen hierna naar een plekje om een kampvuur te maken. Maar helaas ging dit niet helemaal zoals gepland. We zijn dus op de plek om een kampvuur te maken. Is de scouting er ineens. En dan willen ze niet dat we een vuurtje gaan maken. We mogen hier altijd. Zelfs als zij er zijn, zeggen ze altijd is goed. En nu zeggen ze, nee, vandaag niet. Dus we gingen maar op zoek naar een nieuwe locatie. Kijk. Heb je de locatie gevonden? Hier is de plus. Zit daar een strandje voor? Zit een gebouw voor. Dat kunnen we ook in de fik steken. We kunnen ook gewoon een stukje het bos inlopen dat we hier fikkie gaan maken. We hier fikkie maken? Ja, maar je pakken ze niet anders. Zo, dat zijn flinke blokken, hè? Boah, dat is niet merk. Ik ga echt zo hoog kunnen, hoor. Hallo. Wat? Gaat zo hoog worden. Ja, ze voelt het zo'n beetje. We zijn begonnen met het bouwen van een soort tipi tent met allemaal takken. Dat is een flink start. Kan iemand er even naast staan? Ik ben 1,84. Heb je verder nog wat moois te vertellen? Een mooie tipi tent. Ja, is dat het gewoon 1,84? En hij heeft wat benzine. Iets hoger, midden. Ja. Wauw. Nu is de vraag of het aanblijft. Oh, wat gaat hij doen? Ja, een beetje tactisch normaal, hè. Wow. Het vuurtje moesten we natuurlijk wel tot leven houden, alleen veel takken waren nog een beetje vochtig. Dus we moesten hard aan het werk. Ja, zo'n gat in zijn shirt, hè? Moet je even... Echt? Moet je even gaan kijken. Heb je gat? Nieuw, hè? Je gat in je shirt? Ik voel opeens iets branden in zijn ja, nek. Ja, mijn nek hier. Kijk. Oh mijn god. Net nieuw. Ik voel opeens iets branden in mijn nek. Dit shirt en het shirt eronder. Nee, gewoon doorgebrand. Maakt niet uit. Nou, heb je ook al een gat? Nee, een beetje vies. Kijk, een beetje poep. Het begon bijna middernacht te worden, wat betekent dat het ook tijd begon te worden om na te denken over een slaapplek. Het is nu 11:50. Als je mijn timer ziet, is er nog 12 uur te gaan. Ik wil even met een van jullie steempjes schaar gaan spelen. Oké, wat zijn er net? Of je tuin? Ik heb een mooie tuin waar je in mag slapen. Oké. Als ik win, ga ik in je tuin. En als jij wint, moet ik buiten slapen. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Stop je me nog met mijn naden of zo? Wat is dit? Steen, papier, schaar. Shit, steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar.
2-2. Oh, oké, wacht even. Dit is de finale. Oké. 10-4, saai. Wilt rusten? Slaap lekker vanavond. Ja. Dat wordt dus op een random plek buiten slapen in plaats van een nikse tuin. Oh my god. Ik heb alleen één ding, jongens. Ik ben vandaag nog niet naar de wc geweest. Er is een heel mooie bos hier, dus... Mag ik je plassen? Ik zou zeggen, van mij wel. Er is volgens mij ook geen politie hier, dus... Ik zeg, doe je ding. Oké, doei. Dat kon ik natuurlijk niet op mijn gemakje doen. Ja, wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Het werd tijd om afscheid te nemen. Succes. Slaap lekker. Slaap lekker, zegt ze allemaal. Dit is echt erg. Klootzakken. Nick en Chess zijn even mee naar een plek in het bos zoeken. Ik ben wel weer een beetje terug in de bewoonde wereld, niet diep in het bos. Oh ja, is er wel van... Oh, wat een mug. Ik was vergeten dat er muggen bestaan. Nou, ik zou hier best wel willen liggen. Ik denk eigenlijk dat het wel een lekkere is, maar stel dat ik lig en dan komen mensen hier langs. Dat is wel een beetje raar. Bedankt dat jullie mij vandaag gezelschap kwamen brengen. Ik ga jou nu alleen laten. Ja. Ik blijf helemaal alleen over. Dus kom je ook in de bushbush slapen? Nee, dankjewel. Wij gaan lekker ons warm beetje opzoeken. Sorry. Nee. Kijken. Ik heb niet eens een kussen, bedenk ik me nu. Ik ga gewoon mijn tas als kussen of zo. Of mijn jas. Het is wel te doen. Alleen in de ochtend gaan hier waarschijnlijk mensen komen. Dus ik ga wel straks verplaatsen. Het is momenteel 3:15 s'nachts. Je kent vast wel als je naar de stad gaat. Of je bent gewoon een beetje buiten aan het lopen. Thuis komt dat je uitgeput bent. Ik ben nog niet op dat punt gekomen dat ik thuis ben gekomen. Het was vermoeiend en het werd tijd om te verplaatsen naar een plek waar we kunnen gaan slapen. Let's go. Ik besloot het bos in te gaan om wat beschutting te hebben en een wat zachtere ondergrond om op te slapen met de bladeren en het gras. Ik weet niet waar we naartoe gaan. Ik ga denk ik bij deze takken hier. Godverdamme. Ik had een kakkerlak aan me vast. Ik denk, wat voel ik? Ineens plakt mijn hand en ik gooi het weg. Ik ga ervoor kiezen om mijn jas aan te houden. Dit gaat het worden. Het ligt beter op het bankje, dat wel. Het is pas een uur later. Het is 4:10. Maar het ligt oprecht niet zo heel slecht. Het enige is gewoon dat je de takjes hoort breken. Gewoon iets hoort dingen. En dat ik dit de dingen voel. De zon komt op om ongeveer 7:30. Ja, nog 3 uur ongeveer. Ik heb gewoon het gevoel dat iemand hier is ofzo. Ik voel die lamp gewoon niet meer op mezelf schijnen, want dan zie ik niks meer. Ik wil gewoon om me heen kijken. Ik moet mezelf niet bang gaan maken hier. Nee, er is niks. Het zijn gewoon dieren. We gaan gewoon weer liggen. Yo. Wat een klote nacht. Mijn rug is koud. Mijn billen zijn koud. Maar het einde is in zicht. Wat een drama toch. Zijn mijn billen nat? Slaapzak oprollen, spullen inpakken en wegwezen. Ik kwam nog even lekker vast te zitten tussen alle takken. Ah, ik zit vast. Dit was echt mijn langste ochtend ooit. Je wilt naar huis, maar je kan nog niet naar huis. Na veel rondlopen begon het weer ook steeds mooier te worden. Voor het beeld wilde ik nog op een boomstronk gaan staan, maar dat ging niet zo soepel. Op een bankje zitten met mooi uitzicht en een beetje kloten bij de sluis. Hij gaat open. Ja. Ik voelde me de avatar. De laatste minuut is ingegaan. We hebben het wel tot het einde volgemaakt. Laatste seconde en het is gehaald. Het is gehaald. Dames en heren, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om op dit avontuur met mij mee te gaan. Blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer onder als je het nog niet hebt gedaan. En ik ga nu douchen. Het is klaar. Tot de volgende video. Peace.